Het gerepareerde brugdek van de Julianabrug in Alphen aan de Rijn heeft ruim 2 maanden op zich laten wachten. De brug werd gesloten en weggebracht voor reparatie omdat hij verroest was. Vandaag mocht de brug tijdens een 5 uur durende boottocht weer terug naar zijn vertrouwde plek. De boot moest nog eerst wat andere bruggen passeren. De brugwacht was al op de hoogte van de komst. Hier gaat hij door de Albert Schweitzbrug. Dan kan hij hier verder keren en dan komt hij weer terug. Het overkomt de brugwachters niet elke dag dat ze de brug moeten openen voor een andere brug. Ondanks dat vinden de wachters het allemaal niet zo spannend. Ja, we zijn wel gewend om wat door de brug te laten hier. Het gerepareerde deel vonden ze wel interessant. De roest is weggewerkt. En hij is weer mooi aan de onderkant weer schoongemaakt en in de verf gezet. Ziet er netjes uit. Dan komt het brugdek eindelijk aan bij zijn thuishaven. Ziet er mooi uit, heren. De brug zal morgen weer worden teruggeplaatst.